Hoi, hier Victor Mits. En vandaag ga ik in samenwerking met de City Deal onderzoeken of ik er met een slimme truc voor kan zorgen dat mensen gezondere voedselkeuzes maken. Let's go! Voor mijn experiment zet ik in dit winkelcentrum een tafeltje op waar voorbijgangers namens City Deal gratis een lekkere snack aangeboden krijgen. Wat zou jij kiezen? Een gezond appeltje of toch een gesuikerde donut? Ik ga op afstand stiekem bijhouden welke keuzes voorbijgangers maken. Na een tijdje is de conclusie dat de meeste mensen een donut nemen en veel minder mensen een appel. De vraag is, kan ik dit keuzegedrag veranderen door zowel de appels als de donuts in stukjes te snijden? En ja hoor, de tactiek werkt. In de middag maken gemiddeld genomen meer mensen een gezonde keuze ten opzichte van vanochtend. Je ziet dat alleen al de manier waarop eten je wordt aangeboden invloed heeft op de keuze die je maakt. Hou dat goed in gedachten en probeer altijd een bewuste voedselkeuze te maken.